sta hier voor het VIA College in Kampen. Ik heb gehoord dat er een feestje gaande is. Wij gaan even een kijkje nemen. Wie weet wie we allemaal tegenkomen. Achter mij staan allemaal feestende jongeren en volgens mij heb ik het hartstikke gezellig. Hoeveel vrouwen zijn er? Jonge dames, snel zeggen. En hoeveel mannen zijn er? Even kijken. Hoeveel mannen zijn in de minderheid? Ik zit hier vanavond naast niemand minder dan Mental.io. Goedenavond. Goedenavond. Waarom denk je dat ze juist jou gekozen hebben om vanavond hier te draaien? Degene die al het geluid regelt, is ook een leraar op school hier. Volgens mij op deze school. En die man die zet zich heel vaak in voor hele goede doelen. En zelf ben ik bestuurslid van Ruby & Rose. Dat is een stichting die zet zich in tegen vrouwenkanker. En als ik hem dus nodig heb qua geluid, helpt hij mij altijd. Dus ik dacht, nou, ik moet iets terug doen. Ze zeiden tegen mijn oude Theo, zou je het leuk vinden om bij mij op school te komen draaien? We hebben een schoolfeestje. En dat verwachten ze nooit. Ze zeiden, ja, Jacques heet hij dan. Ze zei, Jacques, jij doet zo vaak iets voor ons. Ik doe gewoon iets aan me terug. Dus zeg maar wanneer. Dus hij belde van, nou, kun jij vanavond? Nou, dan komen we lekker een plaatje draaien. Dat is helemaal top. Vol wat, hoort wat, toch? Nou, zeker. Ja. En wat is dan jouw ultieme... Geen u tegen mij, hè? Pas erop, hè? En wat is jouw ultieme feestgevoel? Mijn ultieme feestgevoel is als mensen het naar hun zin hebben. Als je uit een zaal proeft... Hier is het natuurlijk anders, een schoolfeest is. Het is niet echt mijn ding. Omdat ik vaak op veel grotere feesten sta en veel harder draai ook. Maar als je op een feest het gevoel terugkrijgt van het publiek en de sfeer is goed, dat je samen het feestje bouwt en de DJ en de mensen, dan krijg je zo'n soort vibe en dat is het ultieme feestgevoel. Maar men ziet jou toch ook wel als de hyper party animal. Hoe zie jij jezelf? Nou ja, ik kan tijdens het draaien, als ik inderdaad in die vibe kom en het feestje voel, dan kan ik inderdaad helemaal losgaan. Maar een hyper-pieper party animal ben ik zeker niet. Zeker thuis ook niet. Er zijn twee verschillende Theo's. Eén normale Theo die normaal gewoon zijn dingetjes doet. En één die zijn plaatjes draait. En als het helemaal losgaat, wil ik wel eens meedoen hier. Hyper-pieper. Ja, en heb je ook nog plannen voor de toekomst? Plannen voor de toekomst heb ik qua muziek. Qua muziek? Nee, ik heb natuurlijk al heel veel dingetjes gedaan. Heel veel in het buitenland. Dat weten heel veel mensen. Dat is alleen maar leuk. En dat wil ik wel meer gaan doen. Dat mensen niet weten dat het van mij komt. Of dat ze pas later erachter komen dat het van mij komt. Dus ik ben weer met een nieuwe single bezig voor Amerika. Dat is een clubplaat. En nou, eens kijken hoe we dat eruit halen. Ik wens je heel veel succes. En wij gaan nog even lekker verder feesten.